Paparkal ontmoet. Ik denk in 2011 toen ik een reisreportage maakte voor Jazzism, waar ik het voor schrijf. Ik hoorde hem daar voor het eerst spelen met zijn akoestische kwartet. Ja, diep onder de indruk van zijn minimalistische spel, zijn warme toon en zijn fraaie melodieën. Call of the Wild heeft meerdere lagen. Het verwijst naar de oerkracht van de natuur, naar wildlife tot het snelle stadsleven, maar ook naar de wildernis in onszelf. Kommer fra naturen og går inn og kommer ut at kraften I det skapet, det han vel kanskje... Mm.